Van de vliegtuigen. Indien u dat bent van Torsby wil zien, kan u altijd een luchtoog boeken. Zeer interessant. En het voelen wat het toestel. Ook die grote pot die daar onderaan hing, dat is eigenlijk het weerradar om onweers en slechte condities te kunnen spotten op voorhand. Want dat zijn natuurlijk dingen die de luchtcontroleurs boven. Onze brandstof spontaan ontbranden voordat de ontsteking zou moeten gebeuren. Vandaar dat wij met een iets hoger octaangehalte vliegen. Het toestel wat nu voorbij taxiet. Daar gaat onze Lima Victor Alpha. En zoals ik zie, gaat ook de Oscar Lima Victor Alpha. Dat is eigenlijk de geheime. Die gaat nu ook de baan op. Wat is daar speciaal aan, Peter? Onze Moni is een van onze racevliegtuigen. Je kan het eigenlijk vergelijken, de Cessna's zijn onze gewone vliegtuigen. De Moni kan je vergelijken als een kleine Porsche. Gaat ook veel sneller als onze Cessna-vliegtuigen. Ik zei net al Ferrari, maar... Ja, Italianen en Duitsers komen. Dat toestel is uitgerust met een inklapbaar landingsgestel. U zal het ook zien eens dat het toestel de lucht heeft gekozen, dat de wieltjes naar binnen gaan. Dat zorgt natuurlijk voor veel minder weerstand. En daarvoor komt het sneller. Thank you.
ideale opleidingstoestel om te leren vliegen met een taildragger. Dat hebben we ook nodig. Dat je kan niet zomaar zeggen als piloot, oh, ik stap een vliegtuig in en ik ga vliegen. Radio zal je horen, entering and backtracking the runway 03. Dat wil zeggen dat wij op de baan, die 03, die u hoort, dat wil zeggen dat die op 30 graden uit het noorden als gewicht. En natuurlijk 180 graden tegenovergesteld heeft 210 graden op het magnetische kompas. Ik zou zeggen, geniet ervan mensen, want hetgeen wat u hier in Zwartberg nu op deze moment kan mee. Vlakbij. Elke keer staan. Elke keer staan. Even een applausje aan de Lukkamer. Op de. Kom op steeds op de
stoom komen. Het stoot een stofdoel. Vliegtuig hier om daar naar de tent van de stoom komen. Gelegen aan de setting van de S. Binnen zijn nek, hè? Wauw. Okay.